We zitten hier weer voor een nieuw binnen en vandaag gaan we aan de slag met Ratchet & Clank Q-Force. Ratchet & Clank, ja, de twee vrolijke jongens die zijn weer terug. Daar zie je Clank, dat is Hugo en ik ben Ratchet, deze slome gozer. Ik zit dus onderin, hè? En hier is onze groene vriend. Oké. Hey, maar we zijn net de game hebben we opgestart. Dit is echt de allereerste keer dat we Q-Force spelen. Sowieso voor mij de eerste keer eigenlijk dat ik een Ratchet & Clank game speel. Oh, ik speel schaam het nooit. Schaam je. Oh. Ja, ik vind het heel leuk eruit zien, maar ik ben er nog nooit aan begonnen. Okay. Maar we gaan nu onze eerste missie kiezen volgens mij. Ja, we kunnen eerst de missie kiezen en dan kunnen we zo'n planeet uitkiezen. En dan gaan we even kijken hoor. Die is locked. Deze niet. Enige nadeel is wel dat de dingen die in splitscreen zijn, zit een zwart scherm naast of zo. Oké. Had je dat ook al gezien? Want nu is hij gewoon normaal. Dit. Ja, inderdaad. En oh, je skipt even de bumper. Ja, ik wil natuurlijk niet te veel spoilen. Jij wil gelijk beginnen. Tuurlijk. Maar als je dus in splitscreen gaat, dan zit er een zwart scherm naast. Ja, ik snap ook niet dat ze niet dat dan even goed als je wil je zwarte dingen ernaast centreren, dan eventjes. Ja, of rek het uit. Of rek het uit, dat maakt het uit. Maar we zaten net te spelen en ik vond het eigenlijk niet heel erg nog. Nee. Dus viel niet heel erg op. Maar ik vind het wel apart. Ja, zeker omdat het steeds schakelt ook tussen een zwart schermpje en gewoon singleplayer. Game ziet er niet heel geweldig uit. Nee. Een beetje achterhaalde graphics, maar goed, het gaat dan om plezier. Het is voor jong en oud, deze game. En het is natuurlijk wel uniek weer dat je eens een keer samen kan spelen, want dat gebeurt tegenwoordig niet vaak meer. Ja, de laatste tijd toevallig Halo, we hebben een zombie-modus gehad. Call of Duty, Maar platformers komen er ook niet zo heel veel uit, hè? Nee. Dus dat is ook wel weer een dingetje. En dat is toch Ratchet & Clank altijd een beetje platformen. Al draait het in deze ook vooral om de actie. Ja. Hoppa, daar ben ik. Kijk, wat een baas. Hey, ik groei, hè? Nu ben jij een enorm... Maar what the fuck, dit klopt niet, hoor. Ratchet hoort groter te zijn. Maar we moeten onze basis moeten we verdedigen. Van de aanvallende Marauders. Want die gaan lopen kutten daar. Die gaan heel erg kut dood. Ja. Kijk maar, fuckers. Ik word gelijk weer agressief van die game. Purchase a turret. Oké, we kunnen een basis bouwen. Nee, je kan een turret pakken. Maar om onze basis uit te breiden. Oké, maar ik was die gasten aan het stuk maken. Waar zijn die gasten? Al dood. Ik heb die gasten al gestuurd. Dan ga jij die gasten stuk maken en dan ga ik een turret kopen. Koop jij de turret even dan? Hoe doe je het? Ja, die wil ik kopen. Paf. Ik wil een turret. Waar zijn die gasten dan? Ik zie helemaal geen gasten meer. Ik wil een turret purchasen. Wat een baas ben ik, zeg. Die. Paf. Nee, die. Ik weet niet wat dit is. Hoe purchase ik hem? Nee, niet zo. Rob is weer aan het falen, hoor, jongens. Heb je het door? Ja, maar ik wil gewoon een turret purchasen. Waar moet ik nu op drukken dan? Oké, op X meestal. Ja, X doet niet. Misschien, ik heb te weinig geld. Natuurlijk. Ah, ja, ik heb misschien geld, want ik heb net gasten gedood. Even kijken hoor. X en dingetje. Paf. Oké, kijk, hier is geld. Huppakee. Oh, ik heb ook te weinig geld. We falen. Zo, 1200 nog wat. Ja, ik heb genoeg. Wat is dit dan, hè? Kan jij dit oppakken hier? Hup. Zie je deze dingen? Paf. Nice. Hey, kom even een paar idiootjes aan. Oh, een paar idioten, maar mijn turret die doet gewoon al het werk al, hè? Jouw mannetje is totaal niet meer nodig. Ik heb ze allemaal kapot geslagen. Oké, volgens mij niet. Maar goed, die game komt 28 november uit. Ja. En het is in al het geweld van najaar is het toch wel even wat anders. Inderdaad. Ik denk dat dit wel een van de games is die veel ouders voor hun kinderen in huis gaan halen. Kun jij dat oppakken of niet? Nee, niet echt. Want dat is toch even wat minder gewelddadig dan al het Call of Duty gebeuren. Zo. Inderdaad. Halo. Ze hebben overigens wel, we zaten net te zeuren over dat zwart daar rechts en zo, maar dat hebben ze nu wel opgelost daar een kaart te plakken. Oh, ja. Maar dat is slechts een oplossing, hè? Ik bedoel, ik had het mooier gevonden als die kaart gewoon in het scherm verwerkt zat. Maar ja, inderdaad. Oké, er gebeurde net iets. We moeten ergens heen. Kijk eens naar je mission objective, joh. Even kijken. Mission objective. Collect a weapon voor mijn weaponpad. Oké. Waar is jouw weaponpad? Rob en ik hebben vaak onze objective nodig. Nou, daar achterin misschien. Jij bent echt een trage idioot, hè? Moet je zien hoe hard ik ga. Ja, maar dat kan ik niet helemaal. Hoe doe je dat? Met de rechte trigger. Ja, kijk. Oh, jij kan het ook. Dat is beter. Nu weet hij mijn truc. Ja, inderdaad. Oké, hey, de weaponpad moeten we even vinden. Volgens mij is dat hier. Ja, kijk jij daar even? Ga ik hier even kijken. Ready, press X of when blue the ticket of the white blood for bonus. Oeh. Hoe? Hè? Bam. Plantjes, stuk. Ik snap er niks van. Press X, run over. Paf. X, right one. Zo, nu heb ik een bonus. Ah. Paf, en nu heb ik een wapen. Ik heb geen wapen. Mag ik ook een wapen? Dat is wel vervelend voor jou. Ik sla dat ding wel even stuk. Ik ben fucking sterk, jongen. Hoehoehoe. Hup. Ik heb een stuk geschoten. Hoppakee, nog eentje. Maar kan ik ook een gun of niet? Oh, ik heb ook een gun. Hup. Hoe schiet je? Pew, met R1. Oh ja, right one.
Zo. Ik heb helemaal geen gun nodig. Ik vind het toch aardig goed gaan voor de eerste keer. Ja. Zo'n beetje, doen we gewoon eventjes. Het is ook best wel leuk. Ja. Het is niet, je zit niet met spanning op de bank. Je kunt gewoon lekker relaxed... Lekker relaxed achterover zitten. Doen. Kijk, hier allemaal tegenstanders, jongen. Ja. Die moeten allemaal dood. Activate the keynote. Oké. Oké, nou, top. We krijgen allemaal... Het ziet er wel een beetje futuristisch uit allemaal. Maar dat is een Q-Force, is dat natuurlijk. Oh, dat is ook van Ratchet & Clank. Er gebeurt van alles hier, hè? Hele gekke dingen gebeuren er. Ja, platform elementen. Dit kan ik niet bevatten. Allemaal wel gekke dinosaurus in de lucht. Ja, dus het is geen dinosaurus, hoor. Nou ja, gekke vogeldinosaurus. Kijk, dan komen weer een paar van die weak-ass motherfuckers uit dit ding gevallen. Een weak-ass, maar met ook één oog of zo. Heel erg jammerlijk zijn die gasten. Ik sla ze altijd in één keer dood. Dat is echt bizar. Altijd doet hij dat. Hier, ik ga wel even voor. Oh, ik heb geen geld. Kom maar, weekend, motherfuckers. Bam, bam, boom, boy, boom, boom. Ik kom je wel eventjes helpen, want dit gaat natuurlijk helemaal fout, zie ik alweer. Ze zijn al dood, man. Wat heb je het over? Hoppakee. Toen jij kwam, waren ze al dood, hè? Nee, je had mijn hulp keihard nodig, hè? Hier, ready, tegen deze set, weekend, motherfuckers, zeker. Wat moet je doen hier, hè? Ready, set, go. En dan gaat hij iets doen? Ja, je moet je dingetjes op, dat. Best goed. Pyroblaster, Cyro Shot. Huppakee, ik maak die grote gasten gewoon af, hoor. Huppa, ik heb een dikke gun. Hele dikke gun heb ik even gepakt. Dat doe je best goed. Dat was best slim, ja. Protect the Q-Force base. Ja, top. Die kleine gasten, kan er niet even een keer een grote vijand komen? Ja, we zijn in het begin van de game natuurlijk. Kleine doetjes. Hey. Select a weapon. Hop, 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 hop. Fuckers gaan allemaal dood, man. Ik bevries je, hè? Zie je dat? Ja, dit wapen heb ik net gepurchased, jongen, voor jou. Oh, heb jij die ook? Ja. Oh, dan ga ik een ander selecteren. Hey, fucker, rot op. Oh, mijn pyroblaster is een beetje naar de kloten. Hij is op. Ik heb hem niet echt nodig. Oké. Ik ga er weer even vandoor, hoor. Dat duurt me veel te lang hier. Oké, doei. Doei. Het is wel leuk dat je best wel snel weg kan zijn. Huppakee. Ja, het is wel handig. Die schoentjes zijn wel handig. Dat die zo een beetje... Even wat dikke vijanden, hoor, heb ik gevonden eigenlijk. Godverdering. Ik heb allemaal dingen met turrets allemaal of zo. Dood, is dit? Jongen. Allemaal dood. Goed zo. Huppakee. Allemaal dood. Allemaal dood. Allemaal turrets. Huppakee. Die allemaal eens lopen te schieten. Huppakee. Jij was daar alweer voorbij. Ja, jongen. Die turrets heb ik nooit gezien. Ik heb ze hier allemaal gedood, die gasten. Huppakee. Ik ben er helemaal moe van. Je hebt hele special attacks, hè? Ja. Huppakee. Ik vind het wel oneerlijk dat jij zo groot bent. En sterk. Ja. Hij is mega sterk, hè, mijn taffer. Hier loopt weer zo'n dikke idioot. Oh, ik ga wel bijna dood. Dat doe je Help best me. Slecht. Huppakee. Zo. Oh, ik val naar beneden ergens. Hier is nog een ding dat stuk moet. Ja, deze moet even stuk. Huppakee. Huppa. En dan kunnen we deze pakken. Zo, en dan kunnen we lopen. Heel cool. Heel erg cool. Ik vind het best een leuke game. Had ik niet verwacht eigenlijk. Checkpoint. Kijk, goed, want mijn gast was bijna dood. Ja. The Planetary Defense Center is accessible. Dat doen we toch best goed. Teleporter base. Okay. Ik ben even naar base. Oh. Wat was dit? Nu zijn we weer terug, maar het begin. Oh, maar dan kunnen we toch ook weer teleporten daar doen. Oh, dan kunnen we die andere kant op hier. Kijk. Ah, oké, we moesten ook die andere kant op zetten. Du. Kan ik even mijn hield ergens bij? Misschien hier, in die doosje zit misschien hield. Oei, boost. Nee. Ik weet niet wat ik aan het doen ben, maar ik vind het best cool. Hoe krijg je hield erbij, man? Ja, door die boxjes en zo te pakken. Je hebt soms hieldboxjes die af en toe voorbij komen. Nog nooit gezien. Nee? Oké. Huppakee, hier misschien. Oh ja. Heb je ze? Nee. Ik vlieg alweer alle kanten op, hoor. Ik zit hier allemaal een beetje traag aan het zijn. Dikke gasten. Ja, ik ben een beetje traag. Ik kom om tegenstanders tegen die jij hebt achtergelaten. Ja, ik denk, dan heb jij ook wat te doen. Anders is het zo zielig voor Clank. Je hebt echt heel veel tegenstanders achtergelaten, hè? Ja, er zijn er ook gewoon heel veel. Hier. Maar ik kan er niet zo heel veel meer hebben, want mijn hield is bijna naar de tyfus. Dat doe je niet goed. Nee, dat zei je net ook al.
Hoppakee. Het is te leuk eigenlijk om te stoppen, hè? Ja. Gewoon lekker gastjes afknallen. En hoppakee, even een grote sprong. Lekker makkelijk, je hoeft niet zoveel na te denken. Hoppakee, iedereen gaat gewoon dood. Ja, het is wel leuk om te doen. Ja. Maar misschien moeten we wel zo meteen eventjes mee stoppen. Want we zijn al aardig lang door aan het gaan. Ja, dan heeft iedereen er alweer... dan hoef je hem niet meer te kopen bijna. Ja. Huppa, ik ga weer een heel dik wapentje. Laat me even dat hele dikke wapentje nog even af... hier. Oké, ik heb een hele dikke kat getransporteerd. Een hele dikke kat? Dat dacht ik. Oké. Okay. Hé, waar is hij? Dikke kat, waar ben je? Dikke kat, waar ben je? Ik had... Oh, hier. Uh-oh. Dobbelganger. Dobbelganger. Even kijken. Hier. Oh, ik ga mijn kat. Waar is de tegenstander? Ja, maar ik ben ook bijna dood. Waar is de tegenstander? Ik ben weer levend helemaal. Ik waar is niet. De tegenstander? Oh, dat daar. Dat is maar hier, toch? Oké, okay, laat me even deze kat neerzetten nog en dan gaan we daarna stoppen. Ha, hier. Volgens mij is het een kat. Hier, gasten, kom eens hier. Wat? Oh, het is een hele dikke... Het is een boemerang. Boemerang. Waarom lopen ze weg, man, die gasten? Ze zijn bang. Wat is dit? Ga eens dood. Ga ze niet weglopen, jongens. Hoppakee, we hebben ze. Ze gaan naar onze basis toe, hè? Oh, ik heb een dobbelganger neergezet. Hier. Want het is natuurlijk de bedoeling dat we tegelijkertijd hier, onze kijk, basis verdedigen. Kijk. Ho! Hele dikke gasten hier. Heel veel dikke gasten. Ah! Oh. Waar is mijn kat? Jij met je kat de hele tijd? Ik heb hier een kat neergezet. Oh, hier, die is al een gast dat vermoord, hè, hier. Serieus, oh, dat ben jij. Dat ben ik, ja. Die kat, dat ben ik, ja. Dat, nee, ik heb net ook een kat neergezet, serieus. Okay. Hij is op. Ja. Dobbelganger is op. Ik snap hem wel. Maar we hebben goed vijanden afgemaakt, denk ik. Het was heel leuk. Denk, ze lopen onze basis te vertieven. Ja, nog steeds. Het is echt heel leuk. Oh. Ik vind het echt een van de leukste games die ik in tijd heb gespeeld, eigenlijk. Lekker simpel. Ja, goed, lekker makkelijk. Het is echt heel cool. En Ratchet & Q-Force vanaf 28 november dus in de winkels. Gaan we lekker halen. PlayStation 3 en ook voor de PlayStation Vita. Crossplay. Dus je krijgt de een bij de gratis bij de ander als het goed is. Echt heel erg waard. Dus dat is heel vet. En ga kijken of je het beter kunt dan wij in je basis kunt verdedigen of aanvallen. En doe dat vanaf 28 november. Yeah, ik heb hier nu nog een keer die kat. Ik ga nog één keer die kat laten zien aan jullie. Met die kat. Wat is die kat? Kijk. Wacht. Nee, verkeerd. Er gebeurt helemaal niks, hè? Kijk, wat is dat? Hey. Dat is toch echt wel een kat, hoor. Dat is een soort van kat. Oké, okay. Nou, okay. Hugo die heeft het bewezen. Hij heeft een kat. Tot de volgende keer. Tot de volgende keer.